Je kijkt naar de laatste rechte lijn van de CIMAC Omloop der Kempen. 5 renners mogen het uitmaken, waaronder de winnaar van 2017, Tim Kerkhoff. Die weer naar de overwinning lijkt te sprinten, maar in de laatste meters komt Daan van Sint Maartensdijk erlangs en pakt de winst in Veldhoven. Een geweldige sprintzegen hier voor de man van het Cycling-team. Hier dan het podium. Giel Breukelman van de NWVG wordt derde voor Tim Kerkhoff van Destel Park Hotel Valkenburg. En de verrassing van de dag, Daan van Sint Maartensdijk, de belofte renner van Alecto Cycling Team. De leiderstrui van Jaap Kooijman kwam flink in gevaar, maar hij blijft aan de leiding in de topcompetitie.